We had achieved a lot of things in Afghanistan. We had women rights, we had freedom of speech, we had everything, but unfortunately everything fell down. Ik mag vandaag een kijkje nemen, voor het eerst, ik vind het best wel spannend, in een opvanglocatie waar mensen op de vlucht worden opgevangen. Nou ja, er zijn nog wel eens verhitte discussies over vluchtelingen, asielzoekers, maar hoe vinden die mensen het nou zelf om hier te zijn? Dat ga ik vandaag uitzoeken. I had a business in Afghanistan, which trading, and also a part-time. I was teacher in university. What was your favorite thing to do in Afghanistan? Whenever we get time, we just go for picnic in Afghanistan and hang out with friends. How is it for you to be here? Everything is fine. People is lovely. They care a lot of about our clothes, about whenever anything we need. Kun je jezelf even voorstellen? Ja, ik ben Frits. Ik werk hier al sinds een aantal maanden op het opvanglocatie Huis ter Heide. We doen voornamelijk kledinguitgiften voor de 400 vluchtelingen die hier zitten. Die zijn verdeeld over 4 gebouwen en die komen, elke dag komen ze een beetje kleding halen bij ons. Waar komen ze vandaan? Het is heel veel uit Kabul. En die zijn met de eerste vluchten hier naartoe gekomen en hadden echt werkelijk niets. En die zijn hier opgevangen, hebben de eerste kleren gekregen. Toen waren donatieacties al in gang gezet en hebben dat georganiseerd en zijn we dat aan het uitgeven. En dat het wordt erg gewaardeerd. En nu zijn er de werkzaamheden hier waar jij mee bezig gaat. Ja. Wil je ons meenemen? Ja, ik ga je meenemen. We krijgen heel veel spullen gedoneerd vanuit alle windstreken, zeg maar. Alle zomerkleding hebben we eruit gefilterd, zodat we alleen nog maar winter en warme kleding hebben. En we hebben, omdat er heel veel kinderen zitten, hebben we ook een bibliotheek gemaakt. Ook van alle boeken die we aangeleverd kregen van ook weer van iedereen. En het is een bibliotheek waar je gewoon mee mag nemen en ook mee naar huis mag nemen. Ik kan me voorstellen dat het toch wel wat met je doet als je hier zo die jonge... Dat doet het, maar ik werk hier 3 maanden nu, dus het heeft meer gedaan. Het is nu alleen maar leuk, want ze kennen me. Het is ook gewoon heel leuk, want ook als ik soms wel eens in Utrecht loop of over de van Zeist naar huis fiets, constant zwaaien. Dus het is ook wel, ik word er ook wel heel blij van. Hoe triest de situatie voor hun natuurlijk ook is, hè, en soms ook onzeker. En blijft het gewoon iets heel moois om te doen. Nou, naast dat iedereen natuurlijk gewoon mens is, wanneer noem je iemand nou een vluchteling, asielzoeker of migrant? Dat leggen we uit in een andere video. Je werkt als vrijwilliger voor het Rode Kruis, maar ja. Werk je alleen met vrijwilligers van het Rode Kruis of zit dat anders? Nou, we werken heel veel met Ready to Helpers. Die zijn wel gelieerd aan het Rode Kruis. En we proberen ook zoveel mogelijk mensen uit de kampen zelf te krijgen om mee te helpen. Het is altijd fijn als mensen komen helpen. Dus Mohammed in dit geval heeft zeg maar de supervisie over de loopband voor de andere kampen. De supervisie, ja, ben helemaal nieuw. Ik ben bezig met de kleding om te uitgeven voor die mensen die nieuw in Nederland komen. Ik vind het echt leuk om te helpen die mensen. Hoe lang zit je nu in dit kamp? 2,5 maanden. Ik woon 2,5 maanden in Nederland. Dus ik wil graag om te werken. Dus nou, ik ben echt blij om te bezig. Dat is goed voor mij om de taal leren. Ik heb ook met de Nederlandse mensen gewerkt. Dat is bijna een jaar, anderhalf jaar. Dus daarom, ik kom hier naar Nederland toe. Kan je wat vertellen over je situatie, waarom je hier terecht bent gekomen? Even kijken, toen ik was in Afghanistan, onze situatie wordt helemaal veranderd. Dus door de Taliban. Als de Taliban heeft mij gepakt, misschien een soort straf geeft aan mij, net als dood. En dus ik heb ook met mijn familie, met gezin, mijn vrouw en zeg maar 4 kinderen, 3 meisjes en jongen. Want ik dacht, als ik blijf in Afghanistan, straks die meisjes mochten ze niet naar buiten gaan, mochten ze niet naar school. Hebben ze geen vrijheid. Dus ik dacht, nee, ik moet voor mijn familie, ik moet van hier weg. I remember the day that they entered Kabul. It was Sunday. I was at home. I just called one of my colleagues to see if it's true or not. So he told me that yes, everything is finished. Maybe I remember I cried for 2-3 days.
continuously about my country. Everybody was scared. You can see the, a lot of women I saw, and everybody was just cry about this country, about our flag. We just, I remember this was really dark day for everyone. Believe me, we had lunch and I couldn't even take a spoon. I was crying and crying and seeing that the Taliban are there and they are coming. After these so many years that we had achieved a lot of things in Afghanistan, we had women rights, we had freedom of speech, we had everything. We had a circle of friends, we were going outside. Kabul was a life city, but unfortunately everything fell down. Was het toen ook zo'n chaos wat je op die beelden hebt gezien met de drukte bij de vliegvelden? Was jij, zat jij daar? Ja, ik was ook daar. Ja, ik ben ook, zeg maar, bijna 2 dagen en 2 nachten. Ik was bij die vliegveld met de kinderen. Ik heb al helemaal niet geslapen, niet eten. Het was echt een rare situatie ik heb gehad. Dus na de, zeg maar, 48 uur, ik was, zeg maar, binnen in de vliegveld bij de Nederlandse militairen. Dan daar was ik echt veilig. So how did you come to the Netherlands? The evacuation lately happened, so they took us here. And you could take your whole family with you? I'm here with my sister and my brother. So still my mom and my dad are in Afghanistan. So I'm really sad for them because they were, they are old and, but we left them there. We couldn't take them here. Daar in Afghanistan, ik had alles. Eigen huis, eigen auto, eigen bedrijf, eigen winkel. Ik heb alles achtergelaten. Door mijn familie, mijn gezin, mijn 3 dochters. Dat is voor mij eigenlijk belangrijk. Dan huizen, dan bedrijven, dan winkel, alles ik heb achtergelaten. Het is belangrijk voor mij was mijn kinderen. Ik heb veel met de Kalashnikov gekregen, heeft mij geslaan. Dus die kinderen, maar heeft alles gezien. Dus ik vraag ze altijd van mij, papa, waarom? Papa, waarom die mensen het jij slaan? Ik zeg ja, maar het komt alles goed. Wij zijn als een, zeg maar, een veilig land. Dus jij hebt vrijheid, je gaat naar school. Straks jij wordt misschien dokter of wat als je wil. Nou, ik ben blij, want ik ben met mijn familie en mijn gezin hier. Echt blij. Zo, dit was mijn eerste keer in een opvangcentrum en ik heb dus wat mensen gesproken en ik vind het gewoon, nou, hartverscheurend ook, die kindjes die je dan hier ziet fietsen in een wildvreemd land. Maar ook dat al die mensen gewoon een opleiding hadden, een huis, werk, auto, gingen picknicken in de weekenden. Het zijn gewoon mensen zoals jij en ik en dat is gewoon best wel heftig. Ik vond het echt super interessant om vanuit hun een keer het verhaal te horen. In plaats van dat we altijd op social media hoorden over vluchtelingen en weet ik het wat. Vond je dit nou een interessante video? Vergeet dan niet te liken. En wil je vaker video's van het Rode Kruis zien? Abonneer dan even op ons kanaal. Doei!